Ja, Stefan, Nederland wint medailles en jij staat met lege handen. Hoe wrang is dat? Ja, ik baal gewoon natuurlijk zelf hoe mijn spelen zijn verlopen. En daar baal ik gigantisch van. Maar ik ben ook wel weer blij dat mijn team, Mark en die meiden wel medailles halen. Ik had het allerliefst zelf een gouden medaille gehaald, 1500 meter. Maar dat zat er verre van in gisteren. Ja. Maar dan na mij dan heb ik misschien wel het liefst dat Mark hem haalde. Maar goed, je rijdt voor jezelf. We zijn nu een uurtje of 18 à 20 verder na je race. Ja, hoe krijg je alles voor jezelf op een rijtje? Je moet gewoon doorgaan. Ik bedoel, het is, er zijn ook ergere dingen in het leven, zo is het ook alweer. Gisteravond was mijn familie, die was in het familie en de mensen die van mij hierheen zijn gekomen in Vancouver, die waren in het Heinekenhuis. En daar heb ik gewoon wel eventjes wel een beetje een gezellige avond mee gemaakt. Het was niet echt helemaal losse boel, want daar had ik geen zin in. Maar we hebben op zich heus wel nog wel een beetje lol gehad. Je bent lekker geknuffeld? We hebben even lekker geknuffeld met mijn vriendin en mijn moeder. Deze spelen zijn voor mij geen succes geworden. Wat was het rotste moment? Die vierde plek op de 1000 of nu je op de 1500 meter helemaal op was? Allebei. Die vierde is gewoon verrangen omdat je dan zo dichtbij toch nog een medaille zit na die rotperiode. Maar die 1500, ik wist wel na de 1000 meter me heel snel weer om te schakelen. En ik dacht van, ik ga er echt nog wat van maken op die 1500 meter. En ik stond ook goed aan de start. En als dat dan echt volledig mislukt, dan het verrotte daaraan is dat het dan ook echt over is, zeg maar. Dat is gewoon de laatste afstand en dan is het gebeurd. Dus dan ben je gewoon klaar. Dat is het jammer aan die 1500 meter, dat het de laatste afstand was. Het is gewoon games are over voor mij. Goed, jij hebt alles gegeven, je hebt alles gedaan wat moest. Wat dat betreft heb je niks verkeerd gedaan. Maar ja, het lichaam wilde even niet. Het lichaam was even verslag. Dat is zo. Ik was gewoon niet fit, zeker niet zo fit als ik had kunnen zijn. Gewoon echt slecht. Is het makkelijk te accepteren dan dat je niet alles eruit haalt? Sowieso moeilijk. Ja, nou, ik denk het wel, want ik baal natuurlijk eens een stekker. Maar 4 jaar geleden was ik er veel beroerder van. Dat ik echt als ik aan die race terugdeg, werd ik echt na van. Omdat ik toen zelf de boel verknald heb voor mijn gevoel. Dat is gewoon zo. En nu ik heb er alles uitgehaald voor wat er nu in zat. En er zat gewoon helaas nu niet meer in. En dan moet je dat gewoon maar accepteren. Dan kan je misschien niet veranderen. Nu is het ineens een stukje pech en daar kun je niks aan doen. Als je ziek wordt en dat soort dingen, daar heb je gewoon eigenlijk geen echt invloed op. Daar kan je wel, natuurlijk baal ik er nogal van. Hoezo moet dat nou gebeuren? Natuurlijk, daar baal je wel van. Maar daar heb je helemaal niks aan. Een paar dagen geleden zei je in eerste instantie nog even, je moet niet ziek worden. Ja, dat is ook zo. Uiteindelijk daarom. Ik kijk voor mezelf, ik baal ervan dat ik ziek ben geworden en dat het gebeurd is. Maar ja, goed, dat hoort ook bij de Spelen. Je moet er gewoon op 17 en 20 februari 2010 moet je er staan. Dat hoort er ook bij. Je moet gewoon niet ziek worden ook. Dat hoort er allemaal bij. En nu? En nu ga ik deze week, Jan Smeekers is ook de hele week al klaar. En deze week nog een paar leuke dingen doen met Jan Smeekers, die deze week ook nog klaar is. Dus ik wil nog wat andere sporten kijken. Dus ik hoop in ieder geval short track nog even te zien. En misschien nog een ijshockeywedstrijd. De rest van het seizoen? Nou, we hebben nog World Cup Erfurt en Heerenveen. Maar ik richt me nu niet direct, ben nu niet meteen met die omgeschakeld naar die World Cup of zo. Want dat is helaas op dit moment even niet belangrijk genoeg voor mij. Andere gedachten nu? Andere gedachten en dat werkt misschien ook het beste even, denk ik. Ik moet gewoon even deze week ook een beetje genieten van de spelen, zeg maar. Wat hier te zien valt. In Turijn heb ik een week echt gebaald, heb ik eigenlijk niks gezien. En dat wil ik nu niet doen. Ik wil ook nog wat zien dat werkt me waarschijnlijk ook het beste in de voorbereiding naar die volgende World Cup. Dus als ik hier meteen als een gek weer ga trainen, dat is niet waar. Ik bedoel, mijn hele voorbereiding, alles was gericht op die spelen. En daarna was het volledig blanco. Dit seizoen draait het toch alleen om die spelen. Die World Cups zijn leuk, maar daar gaat het niet om. Het is prachtig weer. Ga op stap. Is goed, ga ik doen. Hoi.